De 16-jarige Manouk Gijsman kan tevreden terugkijken op haar debuut bij het EK Kunstschaatsen. In Helsinki reed de Alfense vrijdag 23 januari een uitstekende korte kuur, waar ze 40,27 punten voor kreeg. Dankzij deze prestatie mocht ze een dag later deelnemen aan de vrije kuur. Daar startte ze erg zenuwachtig, waardoor ze 3 fouten maakte. Daarna herpakte ze zich goed en sprong ze 2 goede drievoudige sprongen en 2 dubbele axels. Uiteindelijk kreeg ze 62,56 punten voor haar vrije kuur en daarmee kwam ze op een puntentotaal van 103,28 voor het eindklassement. Manouk Gijsman is 22e geworden op het Europees kampioenschap. Ze zal nu een skate-off moeten rijden tegen Karen Venhuizen om kwalificatie af te dwingen voor het wereldkampioenschap dat half maart in Los Angeles wordt gehouden. Wel mag ze in februari deelnemen aan het WK voor junioren in Sofia.